In de vorige video hebben we gezien dat Amerika na de burgeroorlog razendsnel industrialiseerde. We hebben ook gekeken naar de economische gevolgen van die industrialisatie. In deze video gaan we kijken naar de sociale gevolgen. Wat betekende die industrialisatie nou voor de Amerikaanse bevolking? Ja, en die gevolgen die waren heel erg groot. Ten eerste zien we massale urbanisatie. De Amerikaanse steden groeiden razendsnel in het laatste kwart van de 19e eeuw. En in die steden kwam van alles bij elkaar te wonen. Verschillende bevolkingsgroepen van verschillende komaf, met verschillende inkomens, met verschillende geloven. En in die steden ontstonden dan ook sociale en etnische tegenstellingen. Eerst even die sociale tegenstellingen. Nou, je zag in die steden dus villa-wijken ontstaan, met daarnaast meteen weer sloppenwijken. Wijken dus waar mensen heel veel geld verdienen en wijken waar grote armoede was. Ja, dat botste een beetje met elkaar. Dat zorgde voor frictie. En die frictie was er zeker tussen de mensen die al langer in de Verenigde Staten woonden en de nieuwkomers, de immigranten. Want zeker die immigranten uit Zuid- en Oost-Europa, ja, die hadden toch heel andere waarden en vaak ook een heel andere taal dan dat de Amerikanen hadden, die al langer in het land woonden. Veel van die Italianen of Polen of iets dergelijks die naar de Verenigde Staten kwamen, die spraken in eerste instantie niet eens Engels. Nou, dat zorgde voor een heleboel onvrede bij vooral die Anglo-Saxische Amerikanen, die immigranten die eigenlijk als eerste naar de Verenigde Staten waren gekomen. Een ander gevolg is de toegenomen armoede onder verschillende groepen, of in ieder geval de lagere inkomsten. En een van die groepen die daarmee te maken kregen, dat waren de kleine zelfstandige ondernemers, die een klein eigen bedrijfje hadden. We hadden in de vorige video ook al gezien dat de economie in de Verenigde Staten steeds meer gedomineerd werd door die grote corporaties, die grote bedrijven. En dat ging ten koste van de kleine zelfstandige bedrijven. Want die konden niet op tegen die corporaties. Die corporaties hadden veel meer geld te besteden, dus die konden betere reclames maken en dergelijke, die konden goedkoper produceren. Dus ja, dat schoot niet echt op. En ja, bovendien werden die corporaties vaak geholpen door de politiek. Veel kleine zelfstandige ondernemers hadden dan ook het gevoel dat die corporaties beschermd werden door de politiek. En dat ging ten koste van hun eigen bedrijven. En voor een deel klopte dat gevoel van die kleine zelfstandigen ook wel, want er was sprake van veel corruptie. Die corporaties werden de hand boven het hoofd gehouden door politici, die soms ook omgekocht werden door de directies van die corporaties. Een tweede groep die het zwaar had aan het einde van de 19e eeuw waren de Amerikaanse boeren. De Amerikaanse landbouw was gigantisch gegroeid, er werd hartstikke veel geproduceerd, vooral graan. Maar vanaf 1886 wordt er te veel graan geproduceerd, er is overproductie. Dat zorgt ervoor dat de prijzen van graan kelderen. Er is immers minder vraag naar, maar ja, dat zorgt er dus ook voor dat die boeren minder inkomsten hebben. En dan komen een heleboel boeren in geldnood, want ze hadden hun bedrijf opgebouwd met geld dat van de bank was geleend. En om de rente op hun leningen te betalen moesten ze nieuwe schulden maken. En hun problemen werden ook nog eens verergerd doordat de spoorwegen absurd hoge tarieven in rekening brachten voor het vervoer van hun producten. Vaak ging meer dan de helft van de opbrengst van de boeren op aan transportkosten. Ja, vanaf 1900 herstellen die graanprijzen zich een beetje en dan gaat het weer wat beter met de landbouw. Maar ja, die boeren hebben het in ieder geval dus ook heel erg zwaar. De laatste groep die te maken heeft met lagere inkomsten en vaak gewoon armoede, dat zijn de arbeiders. Die arbeiders moesten in die fabrieken vaak zwaar en gevaarlijk werk doen. Bovendien woonden die arbeiders vaak in de armste buurten, die krottenwijken, zeker die immigranten. Nou ja, en dat zorgt er dus voor dat die arbeiders slechte woon- en werkomstandigheden hebben. Als ze tenminste nog werk hadden. Want door de mechanisatie, toegenomen gebruik van machines, raakten veel arbeiders ook hun baan kwijt, de werkloosheid die nam toe. En ja, er was niemand die er iets tegen deed. Er was geen overheid die allerlei sociale wetten uitvaardigde om je te beschermen, om je te helpen. Dus de arbeiders waren op zichzelf en op elkaar en op hun familie aangewezen. En hier zie je dus heel duidelijke schaduwzijde van die industrialisatie. En de vraag is natuurlijk hoe daarop gereageerd wordt. Nou ja, bij die arbeiders is dat heel duidelijk. Dan zie je in Amerika het socialisme opkomen. Om verbetering af te dwingen richten geschoolde arbeiders vakbonden op. En in 1886 gingen verschillende vakbonden samen in de American Federation of Labor, de AFL. En die AFL die ging strijden voor drie zaken voor de arbeiders. Hogere lonen, kortere werktijden en betere werkomstandigheden. Maar ja, er werd lang niet altijd geluisterd naar die vakbonden. En dat zorgde ervoor dat er ook regelmatig demonstraties voorkwamen.
Hier zien we een oproep voor een demonstratie in Chicago in 1886 op de Haymarket. En deze demonstratie die is heel beroemd geworden, of berucht kan ik misschien beter zeggen. Want tijdens die demonstratie liep het volledig uit de hand en werd er door de politie geschoten op de demonstranten, waardoor er 2 arbeiders overleden. Een ander middel dat arbeiders nog hadden om op te komen voor hun rechten waren stakingen. Die kwamen ook geregeld voor. En hier op deze afbeelding zien we de gevolgen van een staking in Homestead in Pennsylvania. Daar liep de staking zo uit de hand dat het leger orde op zaken moest stellen. En mede doordat veel van die demonstraties en stakingen heel onrustig verliepen en vaak gewelddadig verliepen, kreeg het socialisme een heel slechte naam in de Verenigde Staten. De meeste Amerikanen moesten niets van het socialisme hebben. Maar goed, de problemen bleven. Dus daar moesten oplossingen voor komen. En dan zie je dat er verschillende andere bewegingen komen. Op het platteland ontstaat in 1891 de People's Party. En de People's Party was een politieke partij. Een derde partij eigenlijk, naast de Republikeinen en de Democraten. En waar stond die People's Party voor? Nou ja, die People's Party die kwam op in het zuiden, in overwegend agrarische gebieden. En die People's Party die moest niets hebben van het industriële Amerika. Die wilde terug naar het agrarische, kleinstedelijke Amerika van voor de Amerikaanse burgeroorlog. Zij wilden dus kleine steden en ze wilden vooral een agrarische economie. En zij waren dus tegen de urbanisatie, tegen die grote steden. Zij waren tegen de industrialisatie. En zij waren tegen allerlei zaken die daar ook een gevolg van waren. Die grote corporaties, de grote banken, de spoorwegbedrijven. Al die zaken waren een doorn in het oog van de leden van de People's Party. En die People's Party, dat was een populistische partij. Daar zit het woord populus in. Latijn voor volk. Zij kwamen op voor het gewone volk, zeiden zij. En zij zetten zich dus heel erg af tegen die grote corporaties. Die grote corporaties die zich vaak in trusts hadden verenigd, die werkten samen met de politiek tegen het gewone volk. En daar moest iets aan gedaan worden. Die hardwerkende boeren en die arbeiders die wel de rijkdom produceerden, die kregen daar niets voor terug. En dat moest dus veranderen volgens die People's Party. Uiteindelijk werd die partij niet zo'n succes. Ze deden mee aan de presidentsverkiezingen, maar ja, die kandidaat die kreeg nauwelijks stemmen. Later probeerden ze het nog een keer met hulp van de Democraten, maar ook dat werkte niet. En uiteindelijk wordt die partij al voor 1900 weer opgeheven. In de steden zagen we in dezelfde tijd ook een nieuwe beweging opkomen. De Progressive Movement. De beweging voor vooruitgang. En je ziet hier al aan de afbeeldingen dat dat een heel diverse beweging is. En het is dus ook echt een beweging. Het is geen politieke partij, maar een grote maatschappelijke beweging. Een grote groep mensen en organisaties dus die hetzelfde willen bereiken, maar die niet noodzakelijkerwijs met elkaar samenwerken. Nou, wat wilde die Progressive Movement dan? Die Progressive Movement bestond uit leden van de hogere middenklasse, zoals bijvoorbeeld artsen en architecten en wetenschappers en dergelijke, en zij wilden de bevolking opvoeden en de maatschappij democratiseren. Zij vreesden dat de maatschappij ten onder zou gaan door chaos en sociale tegenstellingen en ze waren dan ook begaan met de armen in de steden. Volking moet dus waarden en normen worden bijgebracht, moet worden opgevoed. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in onderwijs, want alleen goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen zodat ze betere kansen krijgen in het leven. Maar ook op andere manieren probeerden zij de arme bevolking van de Verenigde Staten vooruit te helpen. Zo werden er in de sloppenwijken vaak opvanghuizen opgericht voor mensen in nood, zoals we hier bijvoorbeeld zien. Er werd actie gevoerd tegen kinderarbeid, tegen prostitutie en tegen drankmisbruik. Al dat soort zaken werden aan de kaak gesteld door leden van de Progressive Movement. En die Progressive Movement die keerde zich tegen de innige band van de corporaties en de overheid. Zij vonden het maar niks dat die grote bedrijven de macht in handen hadden, want het ging ten koste van het gewone volk. En deze beweging kreeg heel veel aanhangers en dat kwam mede doordat deze beweging ook in de media heel veel aanhang kreeg. De Progressive Movement werd gesteund door de populaire pers, zodat hun ideeën verspreid konden worden over de hele Amerikaanse bevolking.